Hi, New Media Platform vanuit Parijs. Vandaag zijn we aanwezig tijdens het internationale event Salon Boucle des Bains. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik. Initially we started this event because we wanted to open a big debate in France around the question of natural hair, in inviting more women to wear their hair naturally. Because at that time, very, very few women, black women, were wearing their hair natural. My sister and myself had made that choice and we wanted to share it and explain and share. We wanted to share with other women that natural black hair is beautiful and it's got versatility we wanted to show that there were other options, other hairstyles. Hallo Mireille. Helemaal vanuit New York, gearriveerd in Parijs. Wat is de reden voor jouw aanwezigheid tijdens dit event van Salon Boucle des Bains? Ik ben hier dus op uitnodiging van Aline Tassit. Dat is de grote mevrouw achter dit evenement, Boucle des Bains. Die heb ik 10 jaar geleden heb ik er ontmoet op een soortgelijk event in Atlanta. En praktisch een jaar daarna, heeft ze dus het eerste Boucle des Bains evenement uitgenomen. We hadden informatie uitgewisseld. We zijn altijd in contact gebleven. Ze heeft me ook meegenomen naar Guadeloupe. En dit is dus haar 10th anniversary. En daarvoor heeft ze me uitgenodigd om een lezing te geven. Bad Hair Uprooted. The Untold Story of Black Follicles. En daarvoor was ik dus hier. Daarvoor ben ik dus uitgenodigd. Daarvoor ben ik helemaal van New York naar Parijs gekomen. The Untold Story of Black Follicles. Dat gaat over dat verhaal dat nooit wordt verteld. Want 73% van zwarte vrouwen hebben last van haarbreek en haaruitval. Maar men kent de diepere achterliggende historie daarvan, kent men niet. Het is wordt allemaal heel oppervlakkig verklaard. Ja, het is zelfheet. Ja, ach, waarom moet ik mijn haar streten? Maar er zit veel meer achter. Er is een zware historie achter die we met z'n allen moeten verwerken om te komen tot een positieve ontwikkeling. Dat is waar mijn lezing over gaat. Dat is waar mijn tentoonstelling over gaat. Waar dus de lezing een onderdeel van is. Bad Hair Uprooted, The Untold Story of Black Follicles. En het is downloadable on the internet. I mean, it's a great edition. It's the 10th anniversary of the organization. It's the 5th edition of the show. And we welcomed several thousands of people. So we're very happy. People are very happy. And what is very important for us is to see more and more black women wearing their hair naturally, and also to see loads of businesses supporting us, not only in the hair business, but also fashion. We have food, we've got books, we've got culture. We had 30 conferences and workshops around hair, health, beauty. So it's a very good addition for us. Je ne sais plus quoi faire, reviens, tu me manques. Ton sourire me manque, mais de toi je ne sais plus.
j'imagine pas ma vie sans toi. The plan for the future is actually to transport Boucle de Ben to other countries, so in Europe, in Africa, and in the Caribbean. So we've started to work on these questions, and so when everything will be ready, you will know very soon. Dit is alweer het einde van het driedaagse evenement van Salon Boucle de Bain. Paris, au revoir. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Française.